Daar komt aan de buitenzijde Hampshire F. Boko. Dichter en dichterbij. Hampshire F. Boko in het tweede spoor gaat trachten de leiding over te nemen. Bij het indraaien van de laatste rechte lijn met nog zo'n kleine 250 meter af te leggen. Elisa aan de binnenzijde, aan de buitenzijde. Is het dan John de Leeuw met Hampshire F. Boko? En zo gaan we de laatste meters in. Kijk naar Felix Trois. Die komt al van zijn raket en ook Luke Valentine. Weer John Dekker. Die gaat zich mengen in de eindfase. Maar of die het gaat winnen is een open vraag. Het is vier paarden op één lijn. Het is too close to call. Maar het lijkt de zeven te zijn die het wint. Jouw de zeven, Hold Me Quick. En de rest laten we over aan de rechter. De winnaar is akkoord, Ferdinand. Dank je wel. Hold Me Quick in 1.17.7. 17.7 is de winnentijd voor deze driejarige zoon van Quickwood uit Free Dream Rex. Gokt door meneer Van der Zanden, inmiddels eigendom van Stal PD. Getraind door Bas Krebas, die een eerste en tweede plaats voorlopig heeft gescoord. En Dennis Minnewanneman, die de lijnen in de hand had. Dennis, we weten van het paard dat het wat lastig is bij de start. Maar jij bleef aan de, nou ja, aan de vleugel, zat je bijna vast. Nou, ik zat niet echt aan de vleugel, maar ik was gewoon een beetje in het startschot. En zo'n hoog nummer, dat scheelt een stuk. En dan heb je een beetje snelheid achter de auto in de bocht. En nou, hij pakt er goed uit. Hij loopt altijd goed weg als hij helemaal wegloopt. En nou, ja, hij maakt het goed af. Hij maakt het goed af. Je kwam in de koers achter Elisa ook te liggen. Je parkeerde even in. Waarom? Nou ja, als ik 1700 meter zo blijf zitten, dan win ik hem niet, denk ik. Dat is waar inderdaad. Maar uiteindelijk maakt hij het met een boel speed toch goed af. Ja, ik kon precies tussendoor. Ze regelen wat naar buiten en wat naar binnen. En ik paste er precies tussendoor. En nou, hij maakt het fantastisch af. Hij komt heel goed thuis. Inderdaad, gefeliciteerd. Dan mag u alvast een groot applaus laten horen voor de winnaars van dit OMC Baankampioen Kwartet. Mooie zegen dus voor Hold Me Quick en Dennis Minnewa. Laten we zien, een groot applaus. Vijftig meter. De start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de kwartetkoers en het is na de start Lux Valentine die als laatste aan het karwei begint. Aan de kop zien we Ballon Sloof en zij rijdt Contest ter Zijpen. Die heeft een lengtevoorsprong genomen, maar de andere dame in het gezelschap is bij het indraaien van de eerste bocht nog wat rapper. En dat is Anne Leeman, zij rijdt Elisa. Elisa heeft de leiding overgenomen, neemt 2,5 lengtevoorsprong op Contest ter Zijpen. Daarachter volgt op de derde plaats opkomend Hold Me Quick. En achter Hold Me Quick is het dan op een lengte de trainingsgenoot Hampshire F. Boko. En zo zijn de paarden dan weer in de rechte lijn voor de tribune. Verder weg in het veld Felix Trois, die wordt op een lengte gevolgd door Going to the Run. Dan Gerry Boko en Lux Valentine is intussen aangesloten. Als de paarden de laatste ronde ingaan, dan nog altijd Anne Leeman aan kop met Elisa. Elisa heeft 2 lengtevoorsprong genomen. Op de tweede plaats is het dan Hold Me Quick. Derde aan de binnenzijde, Contest ter Zijpen. En op de vierde plaats volgt Hampshire F. Boko. Die wordt op 2 lengte gevolgd door Felix Trois. Daarachter is het Going to the Run. Zo gaan de paarden dan de Stadsparkbocht door op weg naar de overzijde van de baan. Aan de staart van het veld Gerry Boko en Lux Valentine. Voor de laatste maal aan de overzijde van de baan is het nog altijd Elisa die de koers maakt. En doet dat met een lengtevoorsprong met op de tweede plaats daarachter Hold Me Quick. In derde positie volgt Hampshire F. Boko. Daarachter is aan de binnenkant Contest ter Zijpen. Gevolgd door Felix Twaan. Die hebben dan wat voorsprong op Going to the Run, Gerry Boko en Lux Valentine. En we gaan de laatste bocht in met nog altijd Elisa. Maar het Krebas-geweld dat dringt zich op. In tweede stelling volgt aan de binnenkant Hold Me Quick. En aan de buitenzijde Hampshire F. Boko. Die zijn op jacht naar de leider, maar vooralsnog geeft Elisa geen krimp als de paarden de laatste bocht doorkomen. Maar daar komt aan de buitenzijde Hampshire F. Boko. Dichter en dichterbij. Hampshire F. Boko in het tweede spoor gaat trachten de leiding over te nemen. Bij het indraaien van de laatste rechte lijn met nog zo'n kleine 250 meter af te leggen. Elisa aan de binnenzijde, aan de buitenzijde. Is het dan John de Leeuw met Hampshire F. Boko? En zo gaan we de laatste meters in. Kijk naar Felix Trois. Die komt al van zijn raket en ook Lux Valentine. Weer John Dekker. Die gaat zich mengen in de eindfase. Maar of die het gaat winnen is een open vraag. Het is vier paarden op één. Het is too close to call, maar het lijkt de zeven te zijn die het wint. Jouw de zeven, Hold Me Quick. En de rest laten we over aan de rechter.